veehouders Herman Bouwman, Jan Jonkman en Gerrit Werming zijn alle drie KCIH-rijders. Ze maakten graag van de gelegenheid gebruik om de KCIH Maxim 125 multicontroller te testen. Reden van deze nieuwsgierigheid was vooral de nieuwe Active Drive 8 transmissie. De Maxim van KCIH is er met drie transmissies. De Active Drive 4, de Active Drive 8 en de traploze CVX Drive. Voor onze test hadden we een Active Drive 8 met multicontroller bediening. Deze serie bestaat uit 4 cilinders van 115 tot 145 pk nominaal. Dan is er ook nog een 6 cilinder, ook met 145 pk. Onze Maxim 125 heeft een FPT motor met een inhoud van 4,5 liter. Het nominaal vermogen is 125 pk. Met boost levert deze motor 155 pk. Hey, ik ben Herman Bouwman, 35 jaar, uit Overschild. Ik heb met mijn vrouw een melkveehouderij en akkerbouwbedrijf met 110 melkkoeien en 115 hectare land. We hebben 3 keestrekkers en 1 Nieuw Holland. We proberen zoveel mogelijk landwerk zelf te doen. En we zijn hier vandaag de nieuwe Case Maxim 125 uittesten. De eerste indruk is goed. En het is wel een trekker die bij mijn bedrijf past, denk ik. De transmissie schakelt goed, automaatstand werkt mooi. De cabine is mooi ruim, mooi overzichtelijk. Bediening wat je nodig bent, mooi in de armleuning allemaal weggewerkt. Dat is wel ideaal. Ik ben Gerrit Wermink. Ik kom in Ommen, Emsland, een heugje bij Ommen. Ik ben even een klein melkveebedrijf voor hedendaagse begrippen. Ik heb amper 60 koeien ongeveer. We hebben 1 MX2 thuis, 1 CVX 145 van vorig jaar 2017. En vandaag heb ik uitgenodigd de trekker heb, de dierentrekker. Met de ActiveX, ja, dat is een ontzettende vooruitgang. We hebben thuis een 16x16 bak gehad van de Seer. Dat reed al mooi. Maar dit is vergelijkbaar met een DSG-bak van een Volkswagen en dat rijdt ook super. Daar heb ik ook mee, maar dit is wel een ontzettende vooruitgang. Het gat tussen de CVX en deze bak, ja, dat wordt bijna niet heel. Dus dit is zeker een aanrader. De afwerking is mooi, maar dat zijn we van Kees gewend natuurlijk. Ik zou als ik ontwerpen was bij Kees ja, zou ik misschien overwegen om een lampje zeg maar, op de achterbrug te zetten of boven de achterbrug te zetten, zodat je het zicht hebt op de parcours van de machine, op de wagen of van de grootpak pers of van andere voertuigen zou het misschien een optie kunnen zijn. Verder de spiegelbezetting is natuurlijk perfect. Dat was bij de vorige types al perfect. Nu deze types hebben ook een kunststof steuner zelfs. Wat bij de vorige nog wel het probleem was, de verf afbladerde, is dit met kunststof helemaal veropen. En zo aan de andere kant met de traptreders. Die ging wel een keer roest aan komen. Dat is ook mooi nu in de kunststofuitvoering. Dus KCIH is wel geluisterd naar de dealers en naar de klanten, denk ik. Ik ben Jan Jonkman. Ik kom uit Raalte. We hebben een melkveebedrijf met mijn vrouw en met een zoon en met een medewerker. We melken een 250 koeien. We hebben thuis een Kees Puma 200. Die gaat weg, daar komen 185 voor terug. En we hebben een Steyr 6170 met een voorlader erop. En we hebben een Farmel 95A. Die staat eigenlijk standaard voor de voermengwagen. De reden waarom als dat ik hier op deze trekker heb mogen rijden is van dat ik eigenlijk wel benieuwd was naar de ervaring zeg maar, van een achteraps power shift ten opzichte van om die te vergelijken met een CVX. En dit valt het kleine stukje wat ik mee gereden heb, komt dat redelijk goed overeen met elkaar. Natuurlijk leef je qua comfort en qua mogelijkheden iets in, maar de trekker is ook wat goedkoper. En misschien op den duur misschien wel minder onderhoud,
of onderhoudskosten daarvan. Dus het is, ik denk, een heel goed alternatief is als dat je geen CVX wilt hebben op papier, maar er wel redelijk dichtbij in de buurt wilt komen qua comfort en qua gebruikseigenschap. Alles zit erop en eraan van wat erop zou moeten zitten. De trekker oogt niet lomp of is lastig of moeilijk bij te komen. Het zit allemaal functioneel in elkaar en qua ergonomie is er ook goed over nagedacht. De bruto prijs van deze KZA Maxxum 125 ActiveDrive 8 multicontrole bedraagt 140.000 euro.